Dames en heren, het verhaal van stoel tot stad is een moeilijk verhaal. Bovendien moeilijk omdat ik eigenlijk niet over stoel en stad wil praten, maar over de ruimte waarin stoel en stad staan. Men heeft wel eens gezegd dat er twee dingen zijn waarover men eigenlijk niet kan spreken. En dat zou wel een heel wijs man geweest zijn die dat gezegd heeft. Ik meen dat het zo was dat je niet over liefde kunt praten en niet over ruimte. Als ik nu bovendien nog zeg dat ik wil praten over liefde voor ruimte, dan begrijpt u wel dat het onderwerp moeilijk is. Vooral op zondagavond misschien. Toch denk ik dat het de moeite waard is om het te doen. En daarom doe ik het ook wel weer graag. Ik heb namelijk de indruk dat wij op het ogenblik wel leven zonder die liefde voor ruimte waar een architect eigenlijk behoefte aan heeft. Hij heeft vaak het gevoel dat in de ruimte geleefd wordt, en zeker in die van Nederland, zonder dat we eigenlijk met elkaar die liefde voor de ruimte van Nederland opbrengen waarvan de architect denkt dat het nodig zou zijn om het goed te doen. En daarom is het toch misschien wel de moeite waard om dat verhaal van stoel tot stad en vooral over het verhaal van de manier waarop mensen ruimte gevormd hebben om een stoel te kunnen hebben en om steden te kunnen bouwen, om dat verhaal te houden. Ik heb dat gedaan door te praten en door met een krijtje op een bord iets te tekenen over dit onderwerp. En ik heb het hier vanmiddag getekend, want het was noodzakelijk omdat men anders bang is dat ik het te lang zal maken en de tekeningen, die ga ik dus met u nu bespreken, die ik vanmiddag gemaakt heb met dit krijtje. Of met een ander krijtje, dit is alweer een nieuwe. Ik heb daar in die hoek nog eens een keer laten zien dat de mensen zo eenvoudig zijn begonnen. Een kuil in de grond. Een kuil in de bodem. Dat was eigenlijk de eerste stoel. Men ging op de rand, ging men zitten. En men heeft takken in de grond gezet en men heeft ze naar elkaar toegebogen. Dat is al heel lang geleden geweest. En in de geschiedenislesjes zijn de jaartallen ook bekend. Die ga ik u niet vertellen. Ik ken ze ook niet meer. Maar toch is het iets waar ik op wijs. Want we zijn het niet vergeten. Als we gaan kamperen of als we ergens in een duin gaan zitten, dan zitten we weer zo. We hebben een kuil in de grond. En misschien hebben we achter ons ook nog wel wat helmgras en wat takken om ons te beschermen, soms tegen de zon, soms tegen de wind. Dat verhaal dat dus vroeger eens begonnen is, dat kennen we nog. En ik noem het u om het nog eens aan te herinneren, want als we gaan wonen in onze tijd en we bouwen ons een huis, dan is het nog vaak zo dat we zeggen, ergens zou het wel leuk zijn als we bijvoorbeeld in de bodem nog eens een kuil hadden, bijvoorbeeld op de plaats waar het vuur is om bij te zitten. Het is dus nog bij ons, het is dus nog een vorm van wonen die wel eens heel vroeger begonnen is, maar die er toch eigenlijk nog wel in ons bewustzijn aanwezig is. Evengoed als bijvoorbeeld het wonen zo boven water en boven land. Een begrip is dat vroeger begon, misschien wel ergens in Sumatra, en waarbij met palen dus gewoond werd boven dat niveau van dat water en boven dat niveau van dat land. Ook dat, als we denken over hoog wonen, is iets wat op het ogenblik nog wel bij ons is. Ergens boven de grond, boven het water, ergens in de bodem. Tja, die ruimte. Die ruimte is dus onder het huis hier. En die ruimte die is rondom het huis daar. We zijn er dus eigenlijk in. Als ik nou eens bijvoorbeeld denk aan de manier waarop we in een bos kunnen zijn. Hier, gewoon wat bomen. Dan zult u zich op allerlei plaatsen nog wel herinneren. Of u zult zich plaatsen herinneren in dat bos. Maar u herinnert zich toch om bepaalde redenen. De ene keer zag u er misschien een aardig meisje lopen, maar een andere keer herinnert u zich omdat het er bijvoorbeeld een bepaalde vorm had. Het was bijvoorbeeld rond, die plek in dat bos. Maar die plek in dat bos kon bijvoorbeeld ook vierkant geweest zijn. En misschien herinnert u zich ook die plek omdat er blauwe bloemen waren. Dat zou ook kunnen. Maar u herinnert zich die plek dus.